Zijn er mensen die met een slaapbus op reizen geweest zijn? Zijn er hier? Kan ik er iets aan jouw plaats zeggen? Hè? Op een slaapbus slaap je niet. Dat is geen dat is een wakkerlegbus. Dat moeten ze op die bus schrijven. Wakkerlegbus. En het concept van zo'n bus is de max. Hè? Concept is toch tof? Hè? Iedereen krijgt 1,60 meter. Hè? Je kan perfect slapen. Maar wat gebeurt er in de praktijk? Iedereen pakt 1,90 meter. En de laatste zit recht. En ik heb nog nooit geslapen op zo'n bus. Nog nooit. Het enige dat ik al ooit gedaan heb op zo'n bus, dat is mensen gehaat. Iedereen op die bus gehaat. Waarom? Omdat je moest slapen. Je moet, hè. Je moet, hè. Op zo'n bus, je moest slapen, hè. Op 8 uur van de bestemming moet je slapen, hè. De chauffeur legt de zetels plat, de gordijn gaat toe en dan moet je slapen, hè. Want bij 8 uur zijde er, moet je beginnen skiën en dan begin je te slapen, hè. Ik ga nu beginnen slapen, hè. Je begint ook echt zo, hè, met zo'n motivatie. Ik ga nu ook beginnen slapen, vent, hè. En 1, en 2, en 3, en slaap me. Oh, vet toch. Ik ga nog een beetje slapen, zeg man. Oh, man. Kom aan, hè. Hou, we gaan beginnen, hè. 1, 2, 3, en slaap me. Oh, dat is moeilijk, hè, met die harde zetels hier. Maar kom al, gaan slapen, hè. Kom aan, hè. Oh, dat is nog maar 7 uur. Maar goed, 7 uur gaat ook wel gaan, zeker. Als je niet te veel gezoopt met, dat is genoeg, hè. 7 uur. Hé, hey, kom aan, hè. Oh, fuck, zeg. Oh, 6 uurtjes. Als je in die frisse berglucht zit, maar 6 uur, dat is ook oké, 6 uur. Want dan komt dat, hè. Dan zakt dat onder de 5 uur, hè. En dan begin ik al betant te worden. Nou, dan weet ik, ik ga morgen met een lange muil op die lat staan. Hè. En dan begin ik kwaad te worden en begin ik mij te ergeren aan iedereen. Ik kan niet slapen, mijn vent. Godverdamme, dat is ook niet moeilijk. Hè. Wie zit er hier met zijn steeksotten in mijn neus, zeg. En er is hier een Mamma Mia's aan het fretten. Stop toch een keer mee, vent. En doet die Zulu-muziek uit. Godverdamme. Maar kom aan, maar je blijft proberen. Je bent op vakantie, je kunt dan moeilijk beginnen vechten. Hè. Dus je blijft proberen. Hè. Come on, hè. Kom, gaan slapen. Hè. Kom maar 4 uurtjes. Hè. En dan komt het magische moment. Hè. Het magische moment. Dat je voelt van ja. Het is aan het lukken, man. Oh, hij valt zo langzaam aan en slaapt. Kent dat? Je kent dat wel, hè. Dat moment. Hè. Oh, en ik ben vertrokken. Hè. Dat je zo bent te... Hè? Je bent te kwijlen. Oh, zalig, man. En hij valt zo in slaap. Zo. En je bent zo echt in je remslaap te komen. Ze is zo 3 kwartiertjes zo echt... Oeh, aan het slapen. Vent. Ze is zo echt aan het recupereren, denk ik. Ze zit al aan het recupereren. Hey, ze is zo goed aan het maffen, vent. Hey. Zalig, hè? Hey. Is tof, hè? Hey. Wat gebeurt er? Hey. Wat? Wat gebeurt er? Wat? Wat? Die bus stopt! Die bus stopt! We gaan even de beentjes trekken. Want blijkbaar moest een wissel van chauffeur... En blijkbaar moet dat een hele dikke tweede chauffeur zijn, wat heel die bus moet leeg. En hij wordt gewoon uit die bus geduwd. En hij staat dan plots in Düsseldorf. Bij -20. Op je teenslippers. In een soort coma. Op een parking voor camions.